Dan hebben we een beeldje van de Datura's op 17 oktober 2010. De gele is nog volop en blauw. Ondanks dat vannacht nog een beetje vroeger naar de auto was wit. Dat een wit loogje op het dak van de auto. Maar ik heb nog geen schoor aan de planten zijn. Gelukkig. En dat is de witte. Ook nog volop en blauw. Er zitten nog wat knopjes bovenin. Dus die heeft ook nog wel weer een gelegenheid om te bluiden. En heeft toch nog in de stonden. Die mother had nog even bluiden. Er zit een knopje in. Dus hebben we een beetje geluk met bluiden nog. En dan kijk ik hem anders en mag hem in de oest zetten. Dat hij in de oest nog even bluit. Lekker in het volle zonnetje. Voeken die hangt nog haar werkloos. Een paling is toch verboden. Dat mag toch niet meer. De kraltbootje. En dat is de fuchsia. Die had net zo goed bunnig bluit als in 2009. Maar hij had wel bluit in de hoogtom. Dan heb ik toen nog de wonderboomstoorn. Die zit ook heel mooi in blad. En een zoorknoppen voor het volgend jaar. Ik heb eerst nog weer dreugd. Daar vond ik weer jonge planten nog aan. Dan heb ik door de trotsstoorn van dit jaar. Hij blijft net zo mooi als andere joden. Of als andere dogen, omdat het wat loter in tijd is. Er zit een hele dikke kelk zit er binnenin. Dit is de geur van drop. De dropgeur heeft deze heel sterk. Dan heb ik voor troom heb ik nog de vanille stoorn. De gele, die heeft een hele sterke vanillegeur. Hier een hele mooie grote kelk heeft hij. Dat is de drop vanillegeur. Een zeldzame fijne geur is dat. En dan heb ik toen nog de hoge witte stoorn. Dat is niet zo'n succes, want die is meer te hoog. Maar die zit nog wel mooi en knap. En er zit ook behoorlijke blam in. Dan heb ik hier vlak vooraan heb ik nog de dubbele rode nog staan. Die heb ik heel mooi blijven van het jaar. Er zit nog een blauw in, die is over het beste in. Maar ik laat hem mooi hangen. Er zit nog een beetje kleur in. Dus de binnenkern wel goed gewoon trouwens. De binnenblomen. Die hangt er wel goed. Nou, en daar waren zo'n beetje de Datura's die ik in blauw heb nog. Op 17 oktober 2010. Dat is enorm loos. Ik heb toch nog een stoorn die heeft nog niet bluit. Dat is ook een... Dat is ook nogal weg in welke kleur of dat is. Dus en door heb ik de, nog een rode stoorn, die heeft ook al bluis. Dus heb ik ook al gemarkeerd. Met tijdripjes of welke kleur of het is. En die wil ik wel vermeden, vond ik joh. Maar net zo als die gele en die mooie witte daardoor. Dat is daar, ja. Dat is wel de mooie. Van de witten. Nu hebben we ook nog de geraniums nog hangen. De Oostenrijkse geraniums. Doet ook vrij hout, mag ik zeggen. Hij hoort langer te wezen, hij hoort anderhalf meter te wezen. De oetlopers, maar. Dat ik van Tjonaai.